Yo mensen, leuk dat we kijken naar een gloednieuwe video. Aflevering 19 van My Team Career Mode. Formule 1, we naderen het einde. De ontknoping van het eerste seizoen. En we zijn weer terug, want we horen terug in mijn kamer hier in Catadel. Huts. En vandaag hebben we weer een heerlijke aflevering. Ik wil je nogmaals zeggen, in de beschrijving staat een linkje naar de gehele serie. Kun je de gehele serie checken als je misschien aflevering hebt gemist. We zijn vandaag op het Circuit of the Americas. Oftewel, in Amerika, de United States. En we beginnen met het verlengen van onze sponsor. We hebben nog steeds die keuze. We kunnen gaan voor DSB Optics. Dan moeten we binnen de top 10 eindigen of voor Paynight in de top 12 finishen. En het verschil is 20.000 aan bonus. En de wekelijkse vergoeding is hetzelfde. Dus ik dacht, ja weet je wat, ga gewoon lekker voor dat Paynight. Want 20.000 kan me echt gestolen worden. En top 12 is makkelijker dan top 10. Dat snapt iedereen. Dus we doen het gewoon. En verder zijn we natuurlijk nog steeds bezig met het aanpassen van onze onderdelen. Door het veranderen van de regels voor volgend jaar. We moeten die onderdelen veilig stellen. Anders raken we ze kwijt. Maar ik kwam hier, en ik heb hier lang over nagedacht. De hele wiskundige formule op losgelaten. Maar het was zo, ik heb nog 4000 resource points nodig om al mijn onderdelen voor volgend jaar veilig te stellen. Ik heb nog 4 races te gaan. Je pakt gemiddeld ongeveer 1000 resource points per weekend met alles erop en eraan. Dus ik krijg nog ongeveer 4000 resource points tot mijn beschikking. Dus ik ga het in principe halen om alles veilig te stellen voor volgend seizoen. Maar ik had nu nog 1000 resource points. Dus ga ik zelfs resource points overhouden. Dus wat dacht ik nou? Misschien moet ik wel gewoon gaan investeren in een upgrade aan mijn chassis. Want het ding is, als ik eerst al die onderdelen die nu risico lopen veilig ga stellen, dat lukt me dan. En dan is er waarschijnlijk nog 1 race te gaan en dan zou ik weer upgrades kunnen gaan doen. Maar dat betekent dat ik nu dus 3 races moet doen zonder upgrades. En dat zou hartstikke zonde zijn, want andere teams doen wel upgrades. Dus dan, ja, dan lopen ze bij me weg. En dat wil je niet. Dus ik dacht, weet je wat? Dit is echt wel een risico. Ik heb echt lang over gedacht. Ik zat net de opname te kijken. Ik heb letterlijk 5 minuten op en neer gegaan door het R&D-scherm. Van, moet ik dit doen? Moet ik dit niet doen? Maar ik ga uiteindelijk 1175 resource points uitgeven aan gewichtsvermindering. Daardoor loop ik wel een risico, want ja, of ik al die onderdelen op tijd veilig ga stellen, dat gaat nu echt kantje boord worden. Maar daardoor heb ik in ieder geval de laatste 2 rondes, dat zijn Abu Dhabi en Brazilië, heb ik in ieder geval nog een nieuwe upgrade aan mijn chassis, een grote upgrade, wat echt verschil gaat maken. Dus ik heb het risico gewoon genomen om toch te door blijven ontwikkelen voordat ik alles heb veilig gesteld. Omdat het dus, zeg maar, op het moment dat ik eerst alles ga veiligstellen en dan ga doorontwikkelen, dan heb ik er niks meer aan. Want dan kan ik het dit seizoen niet meer gebruiken. Ja, dan is het voor volgend seizoen hartstikke fijn. Maar nu heb ik er in ieder geval dit seizoen nog wat aan. Dat was een beetje mijn afweging. En we gaan maar zien of het lukt. Dan heb ik verder jullie hulp nog nodig. Ik scroll hier een beetje door het scherm met coureurs. Want ik ga volgend seizoen een nieuwe coureur kiezen. Nick de Vries, hartstikke leuk. Maar 73 rated, die gaat gewoon geen punten pakken. Als je kijkt naar de prijzen, het is een beetje krom. Ik wilde bijvoorbeeld graag Lando Norris en die is 9 miljoen, maar die is 80 rated. Terwijl je voor 1,5 miljoen minder hebt, bijvoorbeeld Carlos Sainz. En die is 7,5 miljoen, maar 83 rated. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Russell. Russell vind ik echt leuk, een jonge gast. Die zou er echt goed bij passen, maar die is dan 7,5 miljoen en 77 rated. Voor hetzelfde geld heb je de Sainz, die 6 ratings hoger is. En dat zijn een beetje de afwegingen die ik moet maken. Dus ik wil jullie vragen, laat in de comments weten wie moet ik volgend seizoen gaan kiezen als mijn teamgenoot. En houd dan een beetje rekening mee met prijs-kwaliteit verhouding. Wat ik dus zei, Russell en Sainz zijn even duur, terwijl het 1 en 6 ratings hoger is. Ik weet het niet, man. Dat zet me aan het twijfelen. Uiteindelijk is het tijd voor het raceweekend en gaan we op weg naar Amerika voor de Grand Prix van de United States. En wat ik zojuist al aangaf, alle resource points die nog binnen gingen komen, werden nu natuurlijk wel besteed aan het veiligstellen van onze upgrades van volgend seizoen. We hadden 878 resource points na de vrije trainingen en daardoor doen we weer 2 upgrades aan het chassis. Hebben er nu 3 van de 7. Gaat helemaal goed komen. Ik ben er niet bang voor. Ik weet zeker dat het allemaal goed gaat komen. Wat ook goed moet gaan komen is de kwalificatie. Wat je misschien al hebt kunnen zien. Ik weet niet of het eigenlijk in beeld is geweest. Maar in de race gaat het regenen. Dus dan is die kwalificatie voor mijn gevoel toch wel een stukje belangrijker. Want het nadeel aan de regen is dat je geen DRS hebt. Dus dat maakt het gelijk al wat moeilijker om in te halen. Aan de andere kant zijn er wel weer andere factoren die misschien weer je positief kan werken. Hè? Mensen maken meer fouten in de regen. Maar aan de andere kant maak ik ook meer fouten in de regen. Dus ik mocht gewoon niet verzaken tijdens die kwalificatie. Dat was een soort van extra druk eigenlijk die ik mezelf oplegde. En uiteindelijk is de eerste run in Q1 een 1.32 rond. 32.0. En ik pomp er gelijk gewoon een rondje achteraan. Want ja, waarom ook niet als hier links iemand uit de pitstraat komt. Aanremmen bocht 1. Ging allemaal hartstikke fantastisch. En uiteindelijk is het achterop het lange rechte stuk. Eigenlijk het ingaan sector 2. Dat is de plek waar ik de tijd ga winnen deze ronde. Want je ziet dat we eigenlijk redelijk gelijk lopen aan onze eerste run. Maar hier in deze combinatie bochten uiteindelijk gewoon een 1/10 weten te pakken. En dat uiteindelijk ook mee kunnen slepen richting de streep. Het wordt uiteindelijk zelfs 2/10. En dan bij het aanremmen van de allerlaatste bochtcombinatie is het 3/10 zelfs. En verbeteren we onze tijd. En gaan we naar een 1
31.5 halen we 1/4 van onze tijd af. En dat geeft ons de 6e plaats in kwalificatie 1. En het mooie is, ik heb maar 1 bandenset gebruikt. Want ik deed deze 2 rondjes achter elkaar. Nick de Vries helaas 17e, dus hij niet door. Maar het voordeel van die bandenset minder gebruiken is dat ik een bandenset overhoud voor een eventuele Q3. Als ik zover kan komen. Dan moet ik wel eerst door Q2 komen. Daar heb ik ook weer 2 setjes banden voor. Nou ja, in principe nu dus 3. Maar weet je, ik wilde die laatste opsparen voor Q3. Omdat je dan maar 1 nieuw setje krijgt. Dus dan heb ik zowel een Q2 als een Q3. 2 nieuwe setjes softbanden. Dat is hartstikke lekker. Onze eerste tijd in Q2 is een 1.31.6. En dat is dus 1/10 langzamer dan onze snelste tijd als Q1. Dus het komt nog gewoon beter. Dan volgens hebben we hier Sainz, die aan zijn outlap of inlap bezig is. In ieder geval niet aan zijn snelle rondje. Daardoor gaat hij van de lijn af om mij voorbij te laten. Maar ik kom mooi even slipstreamen. En als je dan ziet hoeveel tijd ik dat oplevert, dat is echt bizar. Helaas rem ik dan vervolgens veel te vroeg aan voor bocht nummer 12. Dat kwam ook wel omdat ik dus in zijn slipstream zat dat ik dacht van oké, ik ga nu harder dan normaal. Ik maakte daar niet voor niets heel veel tijd, omdat ik gewoon sneller was dan normaal. Dus ik dacht, ik moet iets eerder remmen dan normaal. Maar ik remde uiteindelijk iets te vroeg, dus jammer. Dan had ik nog meer tijd kunnen pakken, maar uiteindelijk hebben we wel 1/10 te pakken door deze lange doordraaier. Dit is de plek waar Max ooit een hele zieke inhaalmanoeuvre deed bij, uit mijn hoofd, Kimi Räikkönen. Maar daar kreeg hij toen een straf voor en dat was heel de wereld van over de rooien. Ja, leuk verhaal. Uiteindelijk rijden we in 1.31.4, gingen we zelfs even paars in sector 3. Die tijd verloor ik uiteindelijk wel nog aan iemand anders. Maar zijn we wel 7 en gaan we door naar Q3. In Q1 reden we dus een 1.31.6, nu een 1.31.4. Dus we maken stappen. Het gaat steeds en steeds beter. En dan die allerlaatste kwalificatie. Zo gezegd, ik had dus nog 2 nieuwe sets banden. Wat echt uniek is voor mij. Volgens mij is dat me nog nooit gelukt om Q3 te halen met 2 nieuwe sets. Ik heb dan altijd nog maar 1 setje over. En dan gaan we hier door die S's heen. En dit is zo lekker. Als ik hier ook gewoon naar kijk, je voelt gewoon een soort van de snelheid. En het is zo leuk om hier overheen te rijden. Al die circuits met die S's opeen. Natuurlijk, je hebt vroeger in het seizoen krijg je het al in Engeland. En dan daarna heb je bijvoorbeeld Suzuka met die mooie S's. Dat was vorige race, vorige aflevering. En dan nu hier in de Verenigde Staten weer. En we gaan lekker in die eerste run. Ik voelde me wel goed op dit circuit. Ja, logisch. Als je ook Q3 haalt, dat betekent gewoon dat je lekker bezig bent. Uiteindelijk onze eerste run in Q3. Dat wordt een hele, hele prima. We zetten uiteindelijk een tijd neer van 1.31.3. Onze snelste tijd tot nu toe. Ik voel dan alles ook dat het perfect rondje was. Je zag me ook toen ik over start-finish kwam met het stuurtje draaien. Omdat ik blij was. Dan probeer ik het dus nog die tweede run. Maar bij het aanremmen van bocht 1 verlies ik al 3/10 in de S's eigenlijk. En dan weet je eigenlijk dat het wel een soort van klaar is. Uiteindelijk rijd ik dat gat nog wel dicht naar eigenlijk nog maar 1/10. Dus als ik die eerste bocht niet zo verpest had, had ik mijn tijd misschien nog wel een keer kunnen verbeteren. Helaas had dat het er niet in. Maar een 1.31.3 is een fantastisch resultaat. En we eindigen als 8e. Echt heerlijk gedaan hier in Amerika. En dan is het tijd voor de race. Daar zijn we dan, in een van de snelst groeiende steden van de Verenigde Staten. Het fantastische Austin in de grote staat Texas. Het circuit zelf, 14 mijl ten zuidoosten van het stadscentrum, is sinds 2012 de thuisbasis van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De laatste in een lange lijst van iconische circuits om die eer te hebben. Ja, zo gezegd dus in de regen. En omdat ik nog steeds maar een 25% race doe, dit is overigens de laatste aflevering dat ik dat doe, omdat ik dus zat met mijn knie waar ik aan geopereerd ben, wordt dit waarschijnlijk zonder pitstop gewoon uitrijden op de intermediates, terwijl dat de 5 rode lampen aan zijn en ze zijn uit. We zijn onderweg, we starten als 7e, omdat we nog 1 plek hebben gewonnen aangezien Charles Leclerc, de nummer 2 in het algemeen klassement, een grid penalty heeft moeten nemen en helemaal achterop start als uit mijn hoofd nummer 15. In bocht 1 vormt zich daar een treintje aan de binnenkant. Je ziet Hamilton uitwijken, je hoort wat contact bij Vettel, Albon en Verstappen. En wij springen van plek 7 in 1 keer naar plek 4. We halen Albon, Verstappen en Ricciardo in. En we hebben een fantastische start hier in Amerika. Als we ook de herhaling terugzien, dan zie je dat dus Leclerc helemaal achter in het veld pas start. Hij start echt pas als 15e, best wel triest. En wij dus hier pakken de buitenkant. En let dan op aan de binnenkant. Iedereen gaat daar alle kanten op. Je ziet Hamilton hier ook nog uitwijken omdat Vettel daar zit. Niemand had echt een lijn die hij vast kon pakken. Iedereen zwiepte over het circuit in. En ik ging gewoon lekker buitenom. En ik had eigenlijk helemaal nergens last van. Ook als je het ziet hier vanaf de onboard van Alexander Albon. Die is weg. Wat wheelspins. Ze starten niet heel goed in de regen, waar ik een betere start had. En dan wordt het heel druk hier. Het loopt hier omhoog richting bocht 1 en hij moet 3 keer uitwijken, hij heeft contact met Vettel, hij gaat hier eigenlijk helemaal van zijn lijn af, snijdt hij eigenlijk de bocht af en
Dat kostte veel plekken. Wie het nog meer plekken kost, is het Max Verstappen. Start als vierde. Hier dus contact met Vettel. Vettel werd dus door twee Red Bulls geraakt. Zowel Albon aan zijn binnenkant als Verstappen aan zijn buitenkant. En Verstappen wordt dan gelijk ingehaald door zowel zijn teamgenootje Albon als Daniel Ricciardo. Dan zien we hier door de S's voor de eerste keer. Albon, die ziet het gaatje bij mij omdat ik niet helemaal op mijn lijn zit. Maar daardoor gaat Albon helemaal van zijn lijn af en is het Ricciardo die zomaar binnendoor steekt. En zo is het een dramatische start voor de twee Red Bulls. Verstappen die veel posities verliest bij de start. En dus ook Max Verstappen die ook nog een positie verliest aan Daniel Ricciardo. Dan hier die start van Charles Leclerc vanaf de 15e plek. En dat voor de nummer 2 in het algemeen klassement. En ze gaan zo traag door bocht 1 heen. En Leclerc pakt uiteindelijk maar één positie. Hij rijdt nu 14e. En dat is niet lekker als je weet dat je concurrent in het klassement, dat is Valtteri Bottas, die staat bovenaan, op de eerste plek rijdt. Let dan op wat hier gebeurt. Mede door de regen, linksonder in de map, zie je in bocht 11 een gele vlag. Terwijl dat er niks aan de hand is. Maar de reden van die gele vlag is dus dat iedereen zo traag, er vormt eigenlijk een treintje van iedereen die net wat eerder moet remmen. En omdat het dan ook nog geregend heeft en iedereen nog bij elkaar zit omdat het de start is, gaan mensen zo traag door die eerste bocht heen, dat er gewoon een gele vlag komt. Omdat het spel gewoon registreert dat er iemand eigenlijk bijna stil staat, zeg maar. Waardoor het dus gevaarlijk wordt. En besef dus dat Leclerc ergens in dat treintje zit. Niet heel lekker voor de Ferrari-coureur. Wat ook niet heel lekker is, is mijn momentjes hier. In sector 2, bocht 14, 15, zo richting 16 hier. Verlies ik mijn volledige achterkant, denk ik van, oh, daar is hij dan. Ricciardo aan mijn binnenkant, komt op het tiende. Maar uiteindelijk pakt hij de aanval niet. Het is gewoon in de regen, de AI is wat voorzichtiger. En ik kan hem hier van me afhouden. Inmiddels Vettel wel 3 seconden bij me weggereden. Die rijden echt weg. Nou, alsof het niet bestaat gewoon. Die zijn zoveel beter. Dat is niet normaal. Hier nogmaals de herhaling. Dan zie je dat ik volledig mijn achterkant verlies. Dan zijn we even buiten beeld. En als we weer terug in beeld komen, zit ik opeens weer voor Ricciardo. Dus daar is helaas geen echte hele goede herhaling van. Behalve natuurlijk vanaf de front row tickets. De auto van Daniel Ricciardo. Bij het aanremmen heb ik al een momentje. Dan verlies ik hem al in het remmen. Maar dan als ik weer op het gas ga, dat is echt niet normaal. Maar je ziet dan toch, als ik dan weer terug die lijn op kruis, dan houdt Ricciardo al in, dan lift hij al. En hier pak ik een andere lijn door die bochtencombinatie 16, 17, 18 heen. En Ricciardo durft me daar niet aan te vallen ofzo. Ik heb geen idee wat het is. Uiteindelijk was het sowieso door de S's. Dat is eigenlijk bocht nummer, 3 tot en met 9. Misschien dat 10 er ook nog wel bij hoort. Zijn echt veel, veel combinaties achter elkaar. Maar dat vond ik in de droge al best wel moeilijk. Laat staan in de regen. En dan heb ik ook wel eens zomermomentjes, net zoals hier. En je zag gewoon dat Ricciardo hier eigenlijk elke keer constant dichterbij kwam, maar daar niet echt kon aanvallen. Inmiddels kijken we even mee met Charles Leclerc. Hij rijdt nog steeds op plek nummer 14. Besef dat hij dus de nummer 2 in het klassement is. In het algemeen klassement. En vandaag dus als 15e starten. En inmiddels 14e rijdt en niemand inhaalt. Alleen bij de start. This rain could be with us for a while. Ik ging even aan mijn engineer vragen, aan Jeff. Mijn naam is Jeff. Van, fuck up broer, hoe staat dat ervoor met de regen? Want je ziet wel al dat, inmiddels heb je een droge lijn op de baan. Fijn. Maar hoe staat dat ervoor met de regen? Maar het was eigenlijk wel zo van, het blijft de hele race. Dus denk er maar niet over na om dadelijk terug te switchen naar droogweerbanden. Je gaat constant op de regenbanden moeten blijven rijden. Wat wel een voordeel was aan die regen, terwijl dat ik hier weer een momentje had. Je gaat er gewoon nog genoeg zien hoor, want dat hoort er gewoon bij in de regen. Eén keer iets te vroeg op je gas. Ik speel natuurlijk zonder traction control. Dan ben je hem eigenlijk gewoon gelijk kwijt. Of dan moet je hem echt heel veel je best doen om hem onder controle te houden. Dus ik weet dat mensen nu gaan zeggen van, je doet dit en dit verkeerd. Ja, dat zijn waarschijnlijk mensen die met traction control spelen. Dan maakt het niet zoveel uit of het regent of het droog is, want dan helpt de game jou om grip te hebben, maar ik moet die grip echt zelf zoeken en dat is soms echt nog wel heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk was het zo dat op die rechte stukken, en dat was dus het voordeel van de regen. Kijk, hier zie je het bordje rechts, DRS, en normaal gesproken zou Daniel Ricciardo een DRS krijgen. Maar het ding is, in de regen krijg je geen DRS en daarom kan ik Ricciardo van mij afhouden op het rechte stuk. Ik bleef elk rondje vragen van, hoe is het met weer? Maar het bleef gewoon regenen, dus ik kon het wel blijven vragen, maar het gaat echt de hele race blijven regenen, dus waarschijnlijk gaat er niemand de pitstop hoeven maken. Want normaal is natuurlijk de regel dat je minimaal op 2 verschillende banden rijdt. Alleen, dat kan niet, want je hebt wel 2 verschillende regenbanden. Maar de ene is voor lichte regen, zoals nu, en de andere is voor hele zware regen. Dus je kunt niet op andere banden dan deze. Hier zie je nogmaals dat Ricciardo elke keer in het bochtige deel zit. Die kan hier echt dicht achter me komen. Zeker in sector 1 in de S's was hij echt veel beter. Maar sector 2 was echt mijn grondgebied. Kijk hoe ik bij hem wegloop op het rechte stuk. Uiteindelijk, ik wist dat het in de race ging regenen. Dus
ik had expres iets meer vleugelstand gezet. Wat betekent dat je dus meer grip hebt en minder snel bent op het rechte stuk, maar meer grip hebt. Want je weet, in de regen heb je meer grip nodig. Maar kennelijk had ik nog veel meer kunnen doen. Want in de bochten was ik echt veel trager, omdat ik dus te weinig grip had. Dus ik had uiteindelijk gewoon iets meer downforce moeten hebben. Maar in tegenstelling daarmee was ik dus daarom op het rechte stuk wel heel snel. En normaal kan iemand anders nog compenseren met DRS. Alleen die is er niet in de regen. Dus dat was dan mijn redding. Want aan het begin van dit rondje bijvoorbeeld zat ik 0,4 seconden voor Ricciardo. En dan zie je aan het einde van het rechte stuk. Eén recht stuk rijd ik in één keer het gat naar 0,8. En hier rijd ik het zelfs naar 1,2 seconden toe. Dus hier had ik zoiets van, ja weet je, ik heb echt geluk dat Ricciardo achter me zit. Want Ricciardo rijdt natuurlijk ook in een Renault. Dat is geen denderende auto. En omdat de AI niet makkelijk inhaalt in de regen, halen Albon en Verstappen, die zitten daar met z'n tweeën achter. En die maken geen moves op Ricciardo. En Ricciardo die kan mij dan eigenlijk niet echt meer bijbenen. Ja, wel een bochtige deel, maar niet op het rechte stuk. Terwijl dat ik hier nogmaals een momentje heb. Ja, en ondertussen voor me, ja, daar hoef ik niet eens naar te kijken. Bottas, Hamilton rijden 12, 13 seconden voor me. En Vettel 9. Dus die zit daar weer een klein stukje achter. Dus Vettel eigenlijk helemaal alleen op een eiland. En hier kijken we dan mee bijvoorbeeld bij Alex Albon. En die volgt Ricciardo gewoon. Die doet eigenlijk niet zoveel. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Die maakt niet echt een move. Er werd heel weinig ingehaald. Terwijl dat over het algemeen, dit is echt wel een circuit waar je goed kan inhalen. Twee lange rechte stukken. Het rechte stuk kan we nu opdraaien richting start-finish. En dan het rechte stuk na bocht 10. Of bocht 11, sorry. Richting bocht 12. Dat zijn ook allebei DRS-zones. Normaal kun je daar gewoon prima inhalen. Maar in de regen, ik heb geen idee, gebeurde het niet. En ja, ik had voor me niemand meer rijden. Ja, wel. Inmiddels 14 seconden voor me. Kansloze bedoeling. En ja, die twee daarvoor, Bottas en Hamilton, al helemaal 20 seconden voor me. Dus die waren al helemaal ver weg. Die zijn echt bij iedereen weggereden. Ja, en zogezegd, Ricciardo die bungelde zo rond die seconde. Je ziet in de S's komt hij wel weer na een seconde naar me toe. Maar je zult uiteindelijk zien als we dat rechte stuk weer opdraaien. Dan gaat het verschil weer naar 1,5 seconde. Dus het ging eigenlijk allemaal wel prima. En ik had zoiets van, ja, dat begon ik me eigenlijk hier pas te beseffen. Dat heb ik ook nog helemaal niet gezegd. Bij de start, omdat die zo fantastisch was, omdat mijn start zo goed was, ging ik van plek 7 naar plek 4. En nu rijd ik gewoon vierde. En eigenlijk, met nog 4 rondjes te gaan, had ik zoiets van, dit kan niet meer misgaan. Als ik gewoon blijf rijden en geen domme dingen meer doe, wat kan er nog fout gaan? Kijk, af en toe had je inderdaad dat Ricciardo weer binnen een halve seconde, of een halve seconde kwam op 15e. Maar ja, dan reed ik dat daarna, reed ik dat gat toch wel weer verder. En echt, een aanval heeft geen ene aanval op mij kunnen maken. Alleen helemaal in rondje 1. Maar buiten rondje 1 heeft hij me eigenlijk niet meer aan kunnen vallen. En achter hem, Albon en Verstappen, die waren ook gewoon tam aan het volgen. Besef dan even hoe erg dit was voor Charles Leclerc. Charles Leclerc rijdt nog steeds 14e. En zijn teamgenootje rijdt bijvoorbeeld 17 seconden voor mij. Dus dat laat zien dat die Ferrari echt hartstikke snel was. Alleen hij kwam gewoon niet meer voorbij. Inmiddels ga ik gewoon een keer paas in sector 2. Sector 2 was echt mijn sector. Dat komt dus door mijn waarschijnlijk te lage vleugelstand. Maar ja, voor sector 2 was dat wel heel fijn. Want ondanks dat ik paas ging in sector 2, was ik toch een seconde langzamer dan mijn persoonlijk beste rondje. Als we inmiddels de laatste ronde zijn ingegaan. En ik ga het niet meer wegnemen. Dit gaat mijn beste finishpositie in dit jaar worden. Je ziet wel mijn achterbanden inmiddels 50% versleten. Maar ook dat is geen probleem. Het wordt pas echt drama als ze 70% zijn. Je merkt het wel al dit. Dat maakt het wel een stukje moeilijker. Maar ja, 50% dat is prima hoor. Dat is helemaal niet heel erg. Vanaf 70 wordt het echt pas een risico. Dan loop je ook risico dat je een lekke band gaat krijgen. Maar de temperatuur en zo, dat was allemaal nog prima omdat het bleef regenen. Dus was eigenlijk niks aan de handje. Ik moest gewoon die laatste ronde uitrijden. En dan zou ik hier gewoon even een plek 4 meepakken. En fantastische zaken doen ook. Ja, dit had ik echt niet verwacht. Dit had ik niet verwacht. Inmiddels verbeter ik weer mijn tijd in sector 2. Hij is wel niet meer paars, omdat Bottas een 1.47.5 rijdt. Terwijl dat mijn beste raceronde 1.38.5 is. Dan zie je wel, die mannen waren gewoon een seconde per rondje sneller. Ja, logisch. Ze rijden meer 14 rondjes op de kopman op 25 seconden. En Vettel op 18 seconden. Maar ik doe het wel in stijl hoor, want 2 seconden voor hier op Ricciardo. Maar dan moet ik het nog even spannend maken in die allerlaatste bocht. Maar we pakken uiteindelijk plek nummer 4. Alsnog bijna 1,5 seconden voor Ricciardo gefinished. En het is dus Bottas die de Grand Prix wint voor Hamilton en Vettel. En dan ik op plek 4, net niet op het podium, maar boeien. Als je uiteindelijk kijkt, fantastisch. Zo'n 7-4, fantastische race gereden. Het alleropvallendste, Charles Leclerc. De man die nummer 2 staat in het algemeen klassement. Eindigt als 14e, heeft maar 1 iemand in kunnen halen en dat was bij de start. Dat is echt wel heel erg triest. Bottas, de concurrent voor het algemeen klassement,
eindigt als eerste. Dus die geeft hier wellicht de beslissende tik uit. Omdat er nog maar 3 races te gaan zijn. En Leclerc dus alleen Gasly in kunnen halen. Echt triest. Mijn teamgenootje De Vries zakt terug van 16 naar 17. Dat is wel weer jammer. Je ziet dat ik een plek win ten opzichte van Sainz. Want ik heb natuurlijk veel punten gepakt. Omdat ik vierde werd. Het verschil tussen Bottas en Leclerc was voor deze race 16 punten. En is nu 42 punten. En met nog maar 3 races te gaan lijkt het erop alsof Bottas vandaag het wereldkampioenschap heeft beslist. En dat hij zijn eerste Formule 1 titel gaat binnenhengelen. Wij doen goede zaken in onze rivaliteit. Norris eindigt als 11e. En we lopen dus 2 punten op hem uit. Met nog 2 rondes gegaan staan wij voor in de rivaliteit. En het gaat ook om een aantal faampunten. Dus dat is lekker. Ook de sponsorbonussen gingen gewoon lekker. Uiteindelijk de allerbelangrijkste. De 4-ton bonus voor de snelste raceronde in de sessie neergezet. Was weer gehaald in vrije training 1. Helaas de 75 rondjes haal ik nu niet. Omdat ik dus maar een 25% race doe. Dus dat is wel jammer. Maar uiteindelijk gaan we wel naar 4,9 miljoen euro. Dus dat is hartstikke lekker. Het zijn trouwens dollar. Maakt niet uit. We gaan ze spenden in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet hem niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende video. En later mensen.